Vrouwkje de Boer, je bent bezig met een hele bijzondere expositie over Almelo en in Almelo. Het heeft met water te maken, maar voor ons is het allemaal nog niet zo duidelijk. Kan jij er iets over zeggen? Jazeker, ja, ik kan er zeker iets over vertellen. Ik ben eigenlijk Almelo in kaart aan het brengen door middel van water te verzamelen. Dus de komende week zie je mij rondlopen in Almelo met een met rugzakjes vol met glazen stenen. En loop ik naar meren, zwembaden, fonteinen. En daarin ga ik dus deze stenen, glazen, water verzamelen. Ja, en hoe ben je daartoe gekomen om dit te bedenken? Hoe is dat ontstaan? Oef, hoe leg ik dat uit in een hele korte tijd? Het begon eigenlijk heel stom gezegd met deze steen. En dat is een badkamersteen. Die gebruik je normaal in je badkamer. En daar wordt een muur mee gebouwd. En met die muur maak je eigenlijk een ruimte. En ik vroeg me af, wat als een steen nou op zichzelf een ruimte kan zijn? En dat je daar iets in kan verzamelen. Dus heb ik er een gat in geboord. En gevuld met water. Eerst gewoon kraanwater. En gekeken van, nu wordt het eigenlijk een klein ecosysteempje op zichzelf. En jij wil ook graag weten of alle water in Almelo ongeveer hetzelfde is, toch? Nou, ik weet wel dat al het water in Almelo niet hetzelfde is. Want dat is het nooit. Ik denk elke druppel water die je op je hand hebt, voelt anders. En is een ander moment. En ik denk dat dat ook wel het idee achter mijn project is. Van hoe kan ik nou een plek waar ik zelf helemaal niet vandaan kom, waar ik nooit kom. Hoe kan ik nou in zo'n korte tijd die plek ontdekken? En dat doe ik door middel van water te verzamelen. En daarin ga je ook vaak het gesprek met mensen aan. Want het is heel raar dat iemand met een hele grote kaart en glazen stenen over straat loopt. En ik heb wel het gevoel dat ik daardoor fijn door een stad loop of zo. Ja, en dat je denkt van, wat zullen de mensen wel niet denken wat ik aan het doen ben? Dat heb ik nooit. Nee, echt niet. Ik heb het al wel eens eerder gedaan in andere stad. En dan zie je of ik nou midden op een druk plein in een fontein half sta met mijn broek nat. Of boven een haaientank hang. Of over een hekje moet klimmen om ergens bij te komen. Dat maakt me echt niks uit. Het wordt eigenlijk een grote archiefkast. Die ook speciaal op maat is gemaakt voor het toertje. En waarin dus 22 stenen geëxposeerd kunnen worden. Dus langzaam zie je de kast ook vol raken gedurende de week. En omdat ook het water weer wordt afgesloten aan de bovenkant van de steen. Door alle bacteriën het zijn eigenlijk kleine ecosysteempjes. Verandert dus na een aantal weken de kleur van het water. Ja. Ja, heb je al een beetje een idee waar je naartoe gaat? Ik heb gewoon een grote kaart van Almelo. En daarin zijn al de meeste plekken aangekaart, zeg maar. Met hele kleine vierkantjes, dus verschillende meren, fonteinen. Dus ik heb al wel een plan, maar ik heb niet een daadwerkelijk plan. Ik vind het altijd wel fijn om gewoon een beetje rond te wandelen en te zien waar ik terecht kom. Omdat ook vaak soms staat er een meer en is er helemaal geen meer meer. Of is er een fontein is leeg. Dus dat is altijd wel een verrassing. Een echte verrassing dus. Heel veel succes. Dankjewel.